Ik, uh, ik ben een hipster vanaf nu. Want huh? ik mag geen gluten meer eten. <laughs> Classic. Dus, uh, ik zit in de shit. Uh, en sinaasappeltjes en uh, bonen en zonnebloempieten. En geen sinaasappels. Geen sinaasappels. Dus Met geen sappies meer. Geen sappies meer oh, van de Albert Heijn. Oh man. Ja, ja. geen sappies meer. Het is daar, het is daar, het is daar. Voor het mag gezegd worden: Drie. Mannen. En drie meningen. Eén conversatie. Eén podcast. Welkom bij het mag gezegd worden met Sander, Pavle en Bo. De podcast waar drie blanke hetero mannen hun mening geven, alsof er naar gevraagd werd. Blijf op de hoogte van wanneer er nieuwe afleveringen uitkomen via Facebook of abonneer je op ons YouTube kanaal. Je kan ons ook altijd volgen op een van de 10 miljoen platformen waar we op te vinden zijn, zoals Spotify, Apple en Google Podcasts en nog vele anderen. Moest je nu je echt geamuseerd hebben tijdens het luisteren van deze podcast, dan zou ik zeggen, volg ons waar dat we te volgen zijn. Dat is Facebook, dat is YouTube, en dat is ook Allee... op al die Apps. Ja, online, hè. liefst. Geen Stalking. Ik heb daar al problemen mee gehad. Alleen, niet van gestalkt worden. Laat maar, Doe, do, do, do. ik heb niks gezegd. Oké, okay, um, ik zou beginnen met, met te zeggen dat ik blij ben uh, met de respons die we hebben gehad van onze eerste, ja. eerste aflevering. Dat was, dat was mooi. Um, we, we zijn bekeken geweest op YouTube met die prachtige beelden van de autostrade. Um, en de tweede aflevering was mijn prachtige kat pluisje. Die Miau. een uh, lekker dutje aan het doen. was. Dat was um, zo cute. Ook shout-out naar uh, Little Homie. Shout-out naar Little Homie, dat is yeah. mijn andere kat. En die heeft astma. Uh, ben ik onlangs achter gekomen. Ja, dat is ja. afzien, dat is echt waar. Ja. Oei, dat is balen. Ja, die idee van die. <huch> <Ja>. <huch> en dan bleek de astma te zijn en geen haarbal. En, Oei. Ja, ja, dus effectief, binnenkort gaan we naar een pufferke voor halen. <laughs> we gaan dat beest moeten. Kattenbebuffer. Little Homie heeft astma. Lekker stoer. Uh, Pavlo, ik heb ook nog uh, mooie informatie voor u. Je hebt in de eerste aflevering gezegd dat uw vriendin waarschijnlijk niet zou luisteren. Ze heeft mij weten te zeggen dat ze hem geluisterd heeft. Wat is uw, wat is uw gevoel daarover? Ik heb het ook mogen vernemen via sms. Letterlijk sms was iets van Fucker. Haha, ik luister toch. Tweede sms van Ah, Bachelor. Ah, uh, di direct. Direct. Ja, jongen. Ja. Je gaat hem mogen opletten. Hè. Het is van uw fans dat je het moet hebben. Moet he. voilà. Daarom blijf ik single. Daarom. <laughs> uh, ik denk dat het tijd is voor de fictieve sponsor van de week. En dat ja. is deze week douchen met koud water. Want het is gezonder. Het is goedkoper. En ja, dat zijn zomaar de voordelen. Hè. Met als slogan: haar haat warm water. Mij? Dat is. Aggressief. dat is inderdaad... Maar ook een heel duidelijk. Ja. Ja, ja voilà. Hun standpunt is er wel natuurlijk. Maar het nadeel is wel, het sukt. Ja. 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 Allee, ik? Ja. Ja, ik, allee, ik heb wel eens... Het water is wel al eens uitgevallen op, op mijn kot. Voor een goede week of drie. En ja, dat sukte, maar ja, mijn naar zag er niet slecht uit. Dus ik, ik snap dat wel. Zo zeg maar, ja. Ja. zo zeg maar. Je voelde je ook wakkerder s'morgens. Dat is wel waar. Dat is wel, ja. ja. wel waar. Ja. Oké, okay, Sandy. Take it away. Yes. Vandaag, beste luisteraars of kijkers, als je naar onze spannende beelden op als... YouTube kijkt, ja, zijn de exclusieve beelden waar ik effectief een half uur ergens ga staan met een camera en wacht. Um, wij gaan een soort van opdracht doen, omdat we, als we het verkondigen, dat, we het, dat er dan gewoon meer kans is dat we het gaan doen. Ja. En dat is namelijk, wij gaan. Ik kan het niet zeggen, jongens, ik kan het niet zeggen. Het is te moeilijk voor me. Come mij. on, do it. Kan, kan Just, iemand het overnemen? We geloven in jou. It. We geloven in jou. Kom aan. Jongens, dank je voor de steun. Ik, ik hoop dat we dat kunnen aanhouden tijdens onze, onze challenge. Ja. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Ik want denk het wel. wij gaan namelijk proberen of we gaan stoppen met roken. Het is eruit, jongens. Voilà. Het is eruit. Voor, voor twee weken als proefperiode. Om... En ja, hopelijk voor langer of altijd. Ja, ja, ja. dat is ja, het ideaal van allez, elke roker hè, uiteindelijk. Dat, dat is gewoon zo. Maar ja, twee weken om te zien wat dat dan met ons doet. Dan kunnen we daar onze ervaringen later over delen binnen twee weken. En het is totaal niet dat we deze podcast gebruiken om onszelf die motivatie te geven, omdat dat anders nooit zou lukken. Totaal niet. Het is alleen maar voor de luisteraars bedoeld. Tuurlijk, er zijn genoeg mensen die problemen hebben met roken. En dan dachten wij, ja, wij zijn ook heiligen. Laten wij gewoon... Het is dat iemand luistert. <laughs> Helpen met mee te stoppen met roken. Het is een soort challenge. Doe gerust mee. Laat weten uh, of het u lukt of doe niet mee. En steek een medevinger op terwijl geluisterd luistert. Het is, uh, terwijl, je ja. terwijl je een sigaret rookt. Terwijl je een sigaret rookt bijvoorbeeld. Mm. Ja. Um, voilà. Uh, Dan is de, de kous af. De kous is af, ja. Ja. Ik, ja. Um, ik denk dat dat gaat lukken. Yep. Mij, voor mij, ik denk dat dat mij gaat lukken. Uh, ik ben toch al. Een paar keer een periode gestopt met roken. En ik heb dat toch zo redelijk voor mezelf onderzocht. Wat dat dan met mij doet. Nu, momenteel lukt het mij niet zo goed. Um, en het is daarom dat ik het ook wel nog eens wil proberen. Want vorige keer dat dat echt goed is gelukt. had ik zo'n e-cigarette. Uh, zo, niet gelijk een vape dat je een dag van vandaag hebt. Een e-cigarette zodat je kunt um, wegwerpen. Een wegwerp-e-cigarette. En het feit dat ik dat kon opsteken, zo voor één of twee, heeft mij daar veel bij geholpen. Uh, maar ja, sindsdien heb ik het dan niet meer gedaan. Dus we uh, gaan eens proberen wat Cold Turkey ook gaat. Ja, ja. Nu, ik weet wel, ik heb een uh, zo'n uh, vape. Ik ben een vape bro. Ja. Ik ben ook een vape bro. Neusje, me me stand up. Is het, een, is het een idee om uh, bijvoorbeeld te zeggen, we kappen ook met vepen Of mogen we vepen gebruiken als ah, nee, ik ja. Ja. dacht dat dat, stoppen? Ik dacht dat dat impliciet was, dat je dan ook niet meer zou vepen Dat is zo van, ja, ik ben twee weken gestopt met uh, mijn roken. ik ben nu elke avond naar de shisha-bar gegaan, maar dat is niet hetzelfde. Nee nee, 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 Sander. Nee, dat is waar, dat is waar. Um, dus jij denkt, het gaat mij lukken? Ik denk dat het mij gaat lukken. ja, Pavlo, ja. wat denk jij? Ik vrees ervoor, voor mezelf. Ja? Eerlijk gezegd, ja. Waarom, nu, wat uh, denk je dat u gaat, gaat tegenhouden? Nu, bijvoorbeeld in juni ben ik, heb ik wel een maand geen sigaret gerookt, heb ik wel een maand geveept. En dat lukte wel heel goed. En waarom zeg je terug, er begonnen met, met af? Goeie vraag, man, goede vraag. Uh, feestjes, alcohol. Ik zal het zo ja, dat is, samenvatten. Dat, dat de zijn de moeilijkste momenten. Man. Dat is waar. Eén feestje volgehouden, tweede feestje volgehouden, derde feestje. Zeg je één sigaretje, kan je kwijt. Gewoon sterk zijn. Ja. Maar want daar blijft het nooit bij. Nee, daar blijft het nooit nee, bij. Nee, bij. Nee, nee, dat vind ik ook wel. Het gaat ook echt een kwestie zijn van de kat niet bij de melk te zetten. En dan bedoel ik niet uw astmakat. Maar uh, nee. wat dat zowel. We ik zou een astmakat nooit aanraden van te roken, natuurlijk. Maar uh, de kat niet bij de melk zetten in de zin van uh, de situaties waarin dat je weet. of wat dat u triggert, van, van daar ook rond te werken. En niet zo den, proberen de stoere boy-uitdagingen te, te zeggen van ik ga toch al die dingen doen en gewoon op karakter. Niet, niet roken. Ik, zou, ik ga echt wel dan dat daar een beetje rond vormen. Mijn, uh, ja. mijn schedule. Ja. En daarbij is, is het ook zo, bijvoorbeeld ochtends, bij mijn eerste tasje koffie, een sigaretje, dat is zo geweldig. Ja. En dat gaat echt heel moeilijk zijn om op te ja. geven. Wat ik wel heb gemerkt is, als je die overslaat en je probeert daarna niet te paffen, is het veel makkelijker dan omgekeerd. Dat is waar. Want één dag is morgens, en dat is mijn vepen eigenlijk ook, als ik morgens aan mijn vape hang en geen, geen een echte paf dan valt het allemaal wel mee, dan kan ik dat meestal wel heel lang volhouden, maar als ik begin met een SAF, dan is de kans dat ik voor een tweede fix terug naar een SAF ga, wel veel groter. Mm -hmm. Ja, bij, bij mij, um, om daar nu eens volledig niet op in te spelen, en gewoon mijn gedachten zeggen dat ik daarvoor al in mijn kop had... Dat is wel altijd hoe we ja, praten. Ja, het, het is dat, het is Doe je ding, man, doe nee, je ding. Ik, ik, uh, voor mij, ik ga zoiets hebben, ik ga gewoon meer rondhangen met mijn vrienden die niet roken. En, uh, Hebben wij dat nog? Ja, stap, hè. Ik heb nog vrienden buiten jullie. Wow. Kevin. Kevin? Kevin? Ja, Kevin. Die, maar die, ja, die is die, die nu aan binnenpuffen? <laughs> Zou het binnenpuffen? Gelukkig domme Kevin. Jezus, Kevin. Maar Man, Kevin is gast. ook niet leuk, dus ik ga daar niet meer rond Die gaat sowieso beginnen met paffen. Puur om ons te kloten, ah. zodat wij niet zouden kunnen stoppen. hè. Kevin. Kevin. Maar nee, want effectief, ik heb, ik heb zo'n paar straight edge vrienden: uh, muzikanten van in Gent. En er is zo'n ene, die drinkt niet, die rookt niet, maar die is altijd hyper. En... Cocaïne. Ja, ja, nee, gewoon live, I guess. Maar ik ben daar dan een keer mee uit geweest en gewoon ook een hele nacht niet gepaft, niet gedronken en met die doet geamuseerd. En dat ging perfect. Mm. Maar, ik kan me, dat, maar die is niet zo. Dus dat, je, je pakt dat zo'n beetje over. Maar als je. Dat, dat is geen wat ik ook bedoel bij de kat, niet bij de melk zetten. Als je wel tussen, tussen mede-rokers en wat is, zit ja, dan heb je niet die een invloed. Hè. Dus dat, heeft, alleen, dat, dat helpt wel veel, toe wel veel. Zeg eens, wat zijn voor jullie de redenen om te stoppen buiten de, de obvious, het is niet gezond uh, reden? Dat is, dat, dat is het, het is obvious, het is gewoon niet gezond. Dus, als, als, dus, maar, ja, maar ja, maar. We, like, Probeer jezelf te convinceren dat er nog redenen zijn of zoek er gewoon. En als ze er zijn, dan gaat dat je misschien meer helpen met voltouw. Um, om... Ik vind bijvoorbeeld een goede reden dat je niet naar sigaretten ruik ruikt, ja. want dat is niet zo aangenaam voor andere mensen. Ja. Ja. Of ja. Bijvoorbeeld, ja, je conditie gaat er sowieso op achteruit. Als ik bijvoorbeeld ga lopen of joggen, het gebeurt één keer om de twee maanden, dan voel ik wel echt dat ik rook en dan zou ik beter niet hebben. Ja. Ja, ik denk dat je dat sowieso wel voelt als je maar om de twee maanden een keer gaat lopen, dat dat altijd. Maar dat is ook, op, dat is ook de obvious gezondheidsreden. Iets dat ik kan zeggen dat niet de obvious reden is, is zo van uh, je daagt je eigen uit om een, 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 een manier vanuit jezelf te vinden om de momenten dat je verlengt naar een sigaret, dat je met stress en spanning zit, om. Daar op een natuurlijke manier mee om te gaan. Dat je eigenlijk die gewoonte ja. aankweekt. Uh, als je dan, daar niet naar kunt ja. grijpen. Want dan merk ik ook wel. Als ik onder stress sta, als ik mij moet haasten, mm -hmm. dan ga ik rapper naar een sigaret grijpen, dan ga ik effectief voilà. heel veel doordoe. Uh, voor, voor een, uh, een jobinterview bijvoorbeeld. Dan zou uh, oh, ook uh, je, een van douche. Of gewoon als je gewoon al Je hebt niks te doen en je bent geagiteerd. Omdat je gewoon op de bus zit te wachten en je hebt zo niet direct van ik heb iets te doen. Dat mm -hmm. je ja, ik heb gemerkt dat je moet... Dan, dan is dat echt zo je eigen actief ontspannen dat je moet doen. Om van daar vanaf te geraken. Zo'n beetje mindfulness ja, meditatie iets, een mindfulness zo ja. van Gewoon wind down. Ja. Echt. En, uh, dat, iets, maar dat moet je dan actief doen. En dat is iets wat, wat niet evident is in dag voor van Constant geprikkeld. Uh, maar dat moet wel heel goed zijn als je... Als je die gewoonte kweekt en, en dat kunt van in die, in die momenten van even terug je, je composure te krijgen. Ja, even te kalmeren. Dus ja, dat, dat, dat is ook al een, dat is een heel groot voordeel daaraan. Dat het heel nuttig is in verschillende ja. situaties. Dus dat is een, een mooi voordeel. Krijg ga eens berekenen hoeveel het mij gekost heeft. Ja, dat en dan Dat natuurlijk... is ook een reden dat ik ja. wil zeggen. Dat is duur, hè? Dat is heel duur. Ja. Maar wij, 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 wij pakken roltabak, hè? Ja ik, altijd, ja, ik niet. Oh. Nee, Pablo en ik. Niet. Wow. Nee. Sander en ik wel. Nee. Ja. Dat is een, een pak goedkoper. Dat is waar. Oh. Wat meer als een pak. <laughs> oh, mijn. Um, ja, nee, dat is, dat is waar. Maar ja. dat begint ook allemaal duurder te worden, hè, die taksen. En ik vind ze eigenlijk wel goed, ze, al die taksen daarop. Dat het allemaal wat duurder wordt. Dat is goed. Dat is goed. Uh, blijf dat maar doen. Is het genoeg incentive? Uiteindelijk? Op zijn eigen. We blijven doen, hè? Ja, ja. We gaan er iets meer over klagen. Ja. Maar we gaan er wel over en de ja. staat krijgt meer geld ervan. Godverdomme jaar. Dus voilà. Um, ik zou ze zo zeggen, ik heb een paar typies opgezocht. Mm -hmm. uh, van op de website van Nicorette en de, de, van, de, van de nicotinepleisters. Ja. De laatste tip was natuurlijk, uh, samen met uh, vervangpleisters komt u er natuurlijk vanaf. Mm. Um, dus dat was spijtig, maar stond er stonden wel een paar goede dingen in. Zoals dat geld, uh, de begindatum vastleggen. Dat is namelijk uh, vandaag. Vandaag. Ja. Dat is 10 oktober. Ja, dat is heel. Oei, dat is vierde muur doorbreken. Want oh, no. uh, deze komt pas uit op de 19e, als ik niet mis uh, ben. Sander, ja. hoe heet de show? Mag gezegd worden. Dank u wel. Ja. Nou, mensen ja. mogen we dat toch weten. Was me dan nu, zeggen? Dat we zijn hier wel om, om de mensen. Gaan uh, ze het mysterieus weg rondom ons? Ja. <laughs> nee, Waarom? om een authentieke band te creëren met de luisteraar. luisteraar. De luisteraar, zodat ze ons in vertrouwen nemen, zodat ze weten dat we niet proberen te bullshitten om voor luister, voor um, views listens, om nee. op en listens wat die stalmaten te krijgen. Nee. nee, nee, wij zitten echt met jullie. Ah, wel, voilà. uh, ik zou zeggen, nog een, een, een tipje was: stop samen met een vriend of vriendin. Ja. Nu stoppen oh. we met collega's, dus dat is ja. ook oké. Okay. Voilà. Um, bijna even goed. Bijna even bijna <laughs> goed. Uh, en dan denk ik dat we er ver zijn, uh, zij, dat, dat is van tips. Ja, dat de rest hebben site. eigenlijk al gezegd. Hè. Maak een lijstje met redenen, dat heb ik nu afgedwongen bij jullie. Uh, denk altijd positief. Hè. Een mooie dag in de natuur, een maaltijd, of een mooie herinnering. Mm, Daar dus... past een het wel bij. Ja, inderdaad. <laughs> dus, uh, maar ja, jij komt af met je mindfulness. Zo, dat dat zoek zo gewoon een leven, basically. Zo. Ja. En de triggers, de triggers identificeren, dus de, de, de situaties. De ochtendkoffie staat hier tussen. Drink dan nu thee. Mm -hmm. Dat vind ik een slechte type, want dan stik ja, st ja, st st ik gewoon eentje op met thee. Ja. <laughs> of je wordt verslaafd aan thee. Ja, dat kan nog erger zijn. Ja. En dan eindelijk helemaal gestopt, dankzij nicotinevervangers. En dan, uh, dan begint het. En dus als we stoppen met roken, dan ontwinningsverschijnselen, Patatie, ja, okay. nervositeit, prikkelbaarheid en tenslotte een nieuwe drang naar de sigaret. <laughs> en dan zijn er vanaf en dan zou dat blijkbaar niet meer komen, laten we dat hopen. Maar het is ook wel niet de bedoeling van dat mijn nicotinepleisters te doen. Nee, 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 dat wil ik ook wel duidelijk maken. Dat zijn ja, van de is, site van Nicorette die ja, ik die, dus die raden Ja, raden daar aan van mijn nicotinepleisters. Ja, uiteraard het is een ja. product. Ja. Ja. ja, exact, exact. Maar dat gaan we dus niet doen. Nee, nee. Cold turkey baby. Nee, nee, nee. Want je krijgt meer nicotine. Daar dat ben niet. Dan dat in? ik daarin verkeerd. Ik heb een vriendin gaan. gehad die dat heeft gedaan met van die pleisters. Maar dat waren naar het schijnt wel bommen. Nicotin. Ik denk dat er ja. gradaties in bestaan. Ja, en ja, ja. maar zij pakte die bommen dan, want dat is, ik weet niet, ik weet niet wat. Zoals, ik denk niet dat ze het heeft door echt Maar misschien of heeft hij gewoon een pleister geplakt op elke ader dat ze kon zien. En ja, dan, dan kan ik dat wel geloven. Gewoon heel het pak zo, Ja, zo, zo, zo met ja, Halloween als zo pleistermummy verkleed. Zo. Dit is het enige wat ik nog aan kan. Ik wil niet meer roken. Um, voilà. En uh, zowel voor jullie als voor uh, de mensen die mee zouden doen. Ik heb een, een boekje doorgekregen van een vriend die ook gek gekapt is met roken. En mm. die zei, dat hij heeft me wel geholpen. Uh, dat is Alan Carr met twee R's: uh, The Easy Way to Stop Smoking. Voilà. Of de Nederlandse ja, taal. Stoppen met roken. Heeft yeah? Hij heeft daar een DVD van. Ja. Maar ik kan mij inbeelden dat hij een boek eerder helpt. Natuurlijk, want je kunt die pagina's daaruit. En Om daar een zelfmeter rond te rollen. Ja, ja, ja. uiteraard. Nu hij heeft ook een app. Voor moest die drang toch te groot zijn? Dan heeft hij ook een, een app. Ja. Wat Weet je, waar ik meer naar geïnteresseerd ben, is zo als je als je nu inbeeld van dat eerste moment dat gaat komen, wat dat waarschijnlijk al vanavond gaat zijn. Dat je zo die oh, drang gaat oh. hebben en dat mooi, je je eigen gaat moeten overtuigen. Zo, ja. Van welk gaat dat waarschijnlijk zijn en hoe ga je dat doen? Dat vraag ik mij af. Als iemand daarop wil inspringen, ik ga waarschijnlijk gewoon in mijn bed liggen, me uitkleden en zoiets hebben van, nee, ik ga me niet terug aankleden om te gaan roken. Dat gaat mijn ding zijn voor vanavond. Dat is een keihard goede oplossing. Naakt door het leven gaan ik thuis leven en dan moet je gaan niet gaan kleden om te gaan ja, paffen. Voilà, dat lost veel dingen werkt op. Altijd, een, ja, eigenlijk van de moment dat je huis niet meer uitgaat, dan zijn er veel dingen. Maar nee, maar effectief, serieus. <laughs> Waarschijnlijk. Ja. Oké, okay. jij Sander? Ik heb ooit eens in een boekje gelezen dat je meer kans hebt uh, om iets te doen als je dat actief aan anderen belooft en vertelt. En blijkbaar is het opschrijven dan nog beter. Uh, dus ik stel voor dat we beter allemaal neerkrabbelen, dat we gaan kappen met roken. Ja. En omdat je dan die sociale druk hebt, zou dat dan helpen. Weet je wat, als je dat toch gaat doen, hè, dan zet, zet het direct op Facebook en zo. Naar heel de buitenwereld. Oké, okay, dat gaat. Dan is de, uh, gaan we een papiertje zoeken en een penneke. En dan maken we daar een foto van. En dan pompen we dat op. Dat plaatjes. Dat is goed, dat is goed. Ik beeld mij in dat morgen gaat zijn, als ik terugkom van mijn werk, van mijn werk ochtends, want ik, uh, mensen weten dat nog niet, denk ik. Ik doe opvang in scholen in Anderlecht. Uh, dus voorschools en naschools. Dus ik werk van 7 uur tot 8 uur 40 en daarna van 3 uur 30 tot 6 uur 30. Dus meestal, in de ochtend, rol uit mijn bed, ik spring op mijn fiets, uh, banaan opgefred en spring op mijn fiets naar mijn werk. En als ik terugkom, ontbijt ik, chill ik even voordat ik dan in de dag, in de dag, hou ik me dan bezig met mijn muziek en zo. Want ik ben muzikant. ik speel pas. Weet je, jullie nog? Ah, ik was het vergeten. Goed dat ik het nog eens zeg. <laughs> uh, Terugkerend motief. Nee. En uh, dus dan chill ik even. En dan natuurlijk, je, je bent aan chillen. Pak even een safke. Je zet je op je gemak. En dat is wanneer dat ik, ik me inbeeld. Want vanavond we gaan daar nog over praten. We gaan samen naar huis. Dank u daarvoor trouwens, Sander. Uh, oh my god. Nu begint hij hier te vapen. Vape, wow. vape Nation Vape wow. Nation. Zeg jongens, de aflevering wow. is nog niet gedaan. Ik kan nog even gestuurd doen. <laughs> <laughs> Sorry. Ja, ook mooi met een uitleg onderboden. Bon, ik wil hem niet laten. Ik, eh, dus ik kom thuis. Ik ga chillen. dat is het moment dat ik. Vanavond gaat het nog niet echt zijn, want we gaan nog samen zijn. We gaan over babbelen. Thuis publiek ik daar ook over. En dat zal wel goed meevallen. Maar morgen gaat het iets anders zijn. En hoe ga ik daarmee omgaan? Al wel, dat ga ik nu kei medegdinken. Maar ik denk dat ik mij gewoon buiten ga zetten als het weer toelaat. Maar dat zal wel. Um, op mijn gaan, in de ochtendzon. En gewoon even zo nadenken. Zo van. Wow. <laughs> zo wat doe ik, van, ik met mijn leven? Nee, nee van alles wat dat er goed is in mijn leven. Ja. Zo gewoon, ja. Dat ik mij daarop ga. Ver nee, effectief. Effectief. Zo. Wat ik zei, zo, dat wind down zo De gewoon, mindfulness. Ja, eigenlijk ademhaling focussen. Ja, eigenlijk ja. wel en zo altijd denken van dat is wel iets wat mij heeft geholpen telkens als ik dat als ik ben gestopt voor een tijdje wat dat toen hielp altijd denken van ik heb van jezelf bewust van maken. Ik heb deze niet nodig. Of ik heb, deze of ik heb het nodig. nodig, maar ik kan er tegen vechten. Ik heb, voilà, ik heb geen sigaret nodig. Ik heb een manier nodig om die spanning om mij te ontspannen. Dat is het. En dat heeft mij altijd geholpen. En dan, uh, ja, als je voor de rest niks te doen hebt, dan zo gewoon even napijzen over: ah ja, uh, ik heb goede vrienden en, en mijn uh, ma is wel vriendelijk tegen mij over het algemeen. En dat mag er zijn, dit mag er zijn. <laughs> mijn ma is wel vriendelijk tegen mij oh, wel, over ja, het algemeen. De, dat is, ik heb een goede ma die zorgt goed voor nee. mij en, nee. en, en uh, ik heb een toffe hond en dit en dat. Uiteindelijk heel dat wel. Ja. ja. Dus dat is een tip dat ik kan meegeven. Koop een hond. En een lieve man. Oh, een hond is altijd tof hè. Dat ja. is leven in huizen Ja, nee, dat is dus dat sowieso. Maar ik zou dat nu niet aanraden, weet je. op de site van nicotinepleisters zetten van zo ah by the way koop een hond. Nee, dat nee, dat nee, mij. Nee, inderdaad. ik heb een hele moeilijke dag en half achter terug. Um, ik zal u vertellen waarom. Ah ja, ja. ja juist. Ja. Ja, want jij gaat dus nu moeten stoppen met roken. Ja, maar niet alleen taal. Nee, jij gaat het eigenlijk nog wat moeilijker maken. Ja, zeg en het ik dan... zal dat vertellen. Ik ben uh, gisterenochtend bij de dokter geweest. Dat is dan 9 oktober voor de Pinter-luisteraar. De, <laughs> de, de mensen die erbij zijn. Um, en ik mag dus een hele eten, niet meer eten. Uh, lang verhaal, kort. Ik heb allemaal last van mijn spieren. En misschien kan dat wel uit, uh, vanuit mijn darmen komen, omdat ik uh, intoleranties heb aan een hele zooi voedingen. Oei, 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 ja. oei, oei, oei. En ik ben al een moeilijke neter. Ik, uh, ik lust niet alles. Intolerantie ik... dat tolereren wij <laughs> <niet> eens, <Andy. laughs> um, En ik ga eens uh, een heel, het, 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 het korte, maar kutte lijstje afgaan van wat ik niet meer mag eten. Uh, ja. Ik mag geen amandelen meer eten. Uh -huh. Geen avocado's meer. Dus oei, geen meer uh, kwaak. Uh, banaan mag ook niet. Oh. Broccoli. O, zijn eitjes, geen eitjes oh. meer. En eitjes zijn in de Full Max, maar ik eeg niet boeven. Dat, uh, dat is hard. Yeah. Um, ik mag ook, uh, en nu komt hem jongens. Ik, uh, ik ben een hipster vanaf nu, want huh? ik mag geen gluten meer eten. <laughs> is, uh, Classic. Ik zit in de shit. Uh, en sinaasappeltjes en uh, bonen en zonnebloempieten. En geen sinaasappels. Geen sinaasappels. Dus nee, geen, meer. geen sappies meer oh van de Albert Heijn. Oh man. Ja. ja, geen sappies meer. Het leven is pijnlijk. Ja. Waarom? Ja. Voilà. Dus, uh, maar chill, er bestaat glutenvrij bier. Ja. Ja. ja, niet zoveel. Inderdaad, bier mag niet. Um, ik heb met, uh... gewoon, gewoon bier mag niet vanwege de gluten. Ja. Ja. Voilà. ja. Maar er is glutenvrij. Goed wij bier. Of? Maar is dat niet Ook, twee ja. keer duurder dan gewoon bier? Sowieso uh, dat je dat niet op elk café kan vinden? Nee, dan niet nee, je je op café moeten uh, nee. <laughs> moet meepakken. Ja, <laughs> dat is vaak. <laughs> zo overgieten in, 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 <laughs> in flesjes van Stella of van Zup. <laughs> en dan zo. Ja, ik heb dat hier op café gekocht. Hè. <laughs> Gewoon heel laat op de avond toekomen en dan kunnen we alles permitteren. Maar ik een virgin water alsjeblieft. Shaked, not stirred. <laughs> On the rocks, want dat mag nog wel. Ja. Is dat glutenvrij ijs? Vaak. Uh. <laughs> ah ja, uh, ik heb trouwens nog een lijstje met dingen die ik maar één tot twee keer mag eten: en dat is appels, citroen, kip, koemelk, loog, mandarijn, zo, soja. Dus je mag okay. geen melk en geen soja eten. Dus. Maar, maar um, uh, Rare twist: yoghurt mag wel. Niemand zal Oeh. het weten. Ja. Is dat dan? Dat zegt niemand eigenlijk. Is vanwege al. de bacteriën? Dat er in zitten. So Biffy dus nee. Actiregularis. Ah. Activia van Danone. Sst. <coughs> geen Activia van <coughs> <Nee>. dan Danone. <laughs> zeg, een gratis reclame vrijgeven voor. Uh, al, en onze fictieve sponsor, die moet daarvoor betalen. Groep meneer. Koud water. Ik <laughs> koop het nu, ja. <laughs> voilà. Dus uh, ja, jongens, mijn leven gaat ga hard worden. Uh, pizza. Mm. tenzij, ja, Je kunt dat niet zoveel gaan maken zonder gluten, maar ja. ja. Mm. Uh, hamburgertjes. Mm. Ja. Chaukens mm. ja. Koffiekoeken. Brood. Heb je ook een lijstje, met wat je wel nog mocht eten. Ja, en dat is gelukkig is dat ook nog redelijk lang. Um, ik zal ah, effectief. Ja, ja. 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 Zit er interessante dingen. Uh, van alle glutenhoudende granen mag ik haver eten. Yeah. Uh. Dus dan heb je al. Uh, ja, Rijst, bakkersgist, alle melk behalve koemelk. Uh, Rijst, Ik mag kaas eten wel. Mm -hmm. Dat weet ik niet zo graag, dus dat is balen. Uh, Anananen, uh, Kers. Geen pompelmoes. Uh, dat staat in uw lijst van wat je wel mocht eten. Geen, geen pompoenmoes. Nee, ik heb hier een lijst, een lijst met alles ertussen per uh, voedingscategorie. Ah, okay. Noten mag ik alleen nog maar walnoten eten. Dus hazelnoten en amandelnoten mogen niet meer. Dus er is geen Nutella meer. Mm. Ja. Um, en dan qua groentjes, uh, erwten en linzen en courgette en kool en spruitjes, oh en bloemkool, maar de, op den de duur, oh, uh, oh. oh de duur met de zoveel verschillende like, diëten die mensen nu niet mogen hebben. Iedereen, ik mag dat niet, ik moet dat wel, ik mag daar niet te veel van. Zouden ze zo, zo koks in dienst moeten stellen die op basis van doktersvoorschriften, wat dan mensen nog mogen eten of niet eten, zo ja. op, op maat voor, voor de patiënt, zo receptenboeksjes beginnen te maken. Want begint hij maar een keer aan om ja. zo, wat ga ik maken? Ja, ik Wa waar ik... ga ik het halen? Ja, ik ben effectief een gat in de maat. We gaan opzoeken op het internet en blijkbaar zijn er heel veel mensen die ook uh, van alles niet mogen eten en die doen alsof hun leven super zwaar is. Uh, eentje was zo ver gegaan dat ze een kaartje had gemaakt met alles wat ze wel en niet mag eten. Mm -hmm. Toch van de meest voorkomende zaken, dat ze dat gewoon kon meegeven op restaurant. Ja. Omdat ze te veel dingen moest terugsturen. <laughs> <laughs> ja, sorry. En lijkt ook, als ik op restaurant ga en mensen zijn zo van, ja, waar kom jij nu mee af? Dat, dat begrijp ik, ik ga moeilijk moeten doen. Uh, maar dan heb ik liever als ze zeggen: nope, ga maar weg, dan dat ze stiekem er toch iets in dragen. Ah, ah ja, tuurlijk. tuurlijk uh, voilà. En het probleem is dat dat ook niet echt te testen uh, valt in, in korte iteraties. Dus als ik bijvoorbeeld zeg: van, wat is ik nu morgen gewoon toch eitje eet, mm -hmm. ja, de, de, ik, ik weet niet, ik moet er gewoon drie maanden mijn kap en zien ja. dat ik mij beter voel. Ja, want uiteindelijk, ja, het is niet van een vastgestelde diagnose dat je dat sowieso niet mocht eten. Het is om te zien of dat je iets hebt, of dat die voedings. Stoffen eigenlijk veroorzaken wat de dok dokters denken dat je hebt. Ja. Is dat duidelijk? Ik maak sowieso, als ik niet mis ben, en het kan zijn dat ik dat slecht heb begrepen, want het was vroeg en ik was moe, um, dat ik histamine aanmaak in mijn darmen mm -hmm. bij die voedingsstoffen. En dat dat ja. levelen wat uit Dat vermoeden ze nu? Uh, nee, dat weten ze. Ah, ze weten het. Ja, dus... en dat kan uh, ontstekingen veroorzaken en daar kan die spierpijn van komen. Okay. En na drie maanden. Maar het kan. Ja. Ja. Als, uh, als uh, je spierpijn weg is, mag je het dan nooit meer eten? Of? Als het, ik hoop dat het dan weg is, want als het ja. niet weg is, dan ben ik helemaal in de shit, want dan weet ik het al helemaal niet meer. Maar het is wel de bedoeling om na drie maanden dat traag te gaan uh, reintroduceren. Okay. Dus dan zo nog een keer per week eitjes gaan eten, gaan zien of het terugkomt of niet. Nu, in het beste mm -hmm. geval is mijn spierpijn weg ja. en kan ik dan dingen beginnen herintroduceren. En ga ik pas weten wanneer ik er weer mee moet kappen als mijn spieren terug pijn doen? Dus mijn waschans doet het geen zeer meer. Wow. En kan ik beginnen introduceren en kan ik dan ook gewoon blijven doorboeven? Ja, oké. Okay. Sorry jongens. Leuk, nee, dat da da add to the charm, hè? Ja. Allee, good luck zijn die. Uh, ja, maar jezus, je je geen niet roken, niet fretten. Nee, wat moet je niet, eh, nog, nog maar. Ja, je hebt een vriendin, dus je kunt nog wat? iets doen dat er um, niet is. <laughs> voilà. Uh, en nu ga ik ook op alles van achter moeten kijken wat ik wel en niet mag eten. En ik heb gezien dat er in alles wel fucking gluten zit of zo van die toestanden. Uh, tenminste in mijn cola nog niet. Dat is nog gezond voor mij. <laughs> oh. uh. Uh. Voilà. Maar ik, uh, ik, uh, ik blijf positief. Dat is belangrijk. Um, iedereen zegt dat gluten ongezond zijn. Dus dan kan ik er maar even goed mee kappen. Uh, en wie weet krijg je daarvan uh, glooper powers. En kan ik. Uh, wat? wat? Dat, dat zijn. Uh, gluten superpower, power. Glooper. Ah, dat dat eigenlijk de tijd. Gluten gelijk. kryptonitisch kryptoniet is geweest. Ja. En dat je ja. nu super. Zijn die geworden? Ja. ja. Wie weet, kan ik door muren lopen. Of Of gewoon de deur gebruiken? Ja. Of pasta of brood binden. Dat lijkt me ook wel cool. Kan ik, <laughs> nu, het probleem is dat ik dat niet mag eten. Dus waarom zou ik het hebben? Ja, dat is waar. Ja. Dan ben ik de man met zo. Een pakje, een pakje spaghetti in zijn achterzak en altijd als ze mensen moeilijk doen en is om, om te benden. Alle pastijn spaghetti vliegt naar je plek op u. Beetje zo'n spaghetti-monster. <laughs> <laughs> een buikbudgetje. Een magneet van alles ja, wat ik niet mag. Daar mag eten. zou er nog een carrière mee kunnen maken uiteindelijk. Zo, oh, met het programma in Disneyland. Zo of alles wat je aanraakt verandert in gluten. Oh. Maar ja, wat zijn gluten? Kunnen mensen een overdosis dus gluten krijgen? Ik, weet, ik snap nog altijd niet wat dat gluten nu eigenlijk zijn. Hè? We mensen zeggen <laughs> mij dat, maar dat zo, want dat, opeens was dat daar. En dan, en dan, dan werd er zo verwacht dat iedereen wist wat de fuck dat, dat was. Net zoals als je net uit middelbaar komt en je moet beginnen stemmen. Dat, mensen, dat je verwacht van, dat je weet hoe dat allemaal in zijn weg gaat. Maar ze hebben daar nooit over, op school iets over geleerd. Dus dat is hetzelfde: van, opeens zijn glutener. En wat de fuck is dat? Ik weet het nog altijd niets. Dat is exact zoals belastingen. Oh. Of ja, waar ja, je nooit ja. iets van gehoord hebt op middelbare school, en ineens okay. is het over. <laughs> inderdaad, inderdaad. <laughs> dan zo, maar hoe bent toch meerderjarig? Ja, ik kan nu zeggen wat de hoofdstad van uh, K -K Kazachstan is. De also, stelling van Rollen of Pythagoras? Het begint Maar als maar was het niet, als het bleef? Mitochondria is de powerhouse of the cell. <laughs> <laughs> <Klaar>. <laughs> um, dus ja, dat is. Uh, Bahou, twaalf, uh, in, maar ja, dan gaan uh, we wel weer met het probleem zitten. Gaat het die superpowers hebben? Omdat je zegt stop mij roken, of omdat je geen gluten meer eet. Want dat doen we het tegelijkertijd. Ja, jongens, ik zal gewoon nog twee weken brood eten dan wat bij ze Nee, ja. doe het dan. We zullen zien, en uh, either way, dan heb ik superpowers. Dat lijkt mij ook wel tof. Ja, ja, voilà. En je zegt gezonder sowieso, dus je hebt niks te verliezen. Dus, uh. Ja, exact. Ja, exact, inderdaad. Exact. Alleen, dan, dan weten we weer iets meer over u en Sandy. En over gluten, nee, maar ja, uh, ik hoop... Ik denk niet dat we meer over gluten niet. hebben geleerd. Nee. Ja, het enige of. wat ik kan zeggen, is, is dat er mij verteld werd dat... En nu moet ik het uh, even gaan opzoeken. Uh, dat tarwe, gerst, spelt en roggen mag je dus niet meer eten. Hmm. En hij zei, uh, ja, de, de verbindende gemeenschappelijke factor, daar is gluten. Dus uh, lol, blijf er dan maar vanaf. Geen koekjes... Ah, ook nu snap ik het. Of. Ja. Waarom? Ja, nee, hè. dat is een sarcastisch. Oké. Jesus. Waar zitten we aan onze tijd? We zijn uh, doorgevlogen. Ja, we zijn er echt doorgevlogen. Maar dat, dat gebeurt. De tijd wow. gaat snel als je plezier maakt. Nee. Bij daad. toch, alleszins. Oh, ja, um, Voilà, ja, dan, dan stel ik uh, bij deze dat we, dat we, dat we gaan afronden. Oké, okay, ja, okay. dat is uh, goed. Uh, Facebook en shit, YouTube en shit. Ja. Zeg het allemaal nog eens. We ja, vinden het allemaal een hele leuke aflevering. Wil je er meer van horen? Volg ons op Facebook. We zitten niet op Twitter op Instagram. Maar volg mij maar The Legend of Sander. Ik wil meer volgers. Um, ja. Je kunt ons vinden op Spotify. Duw op dat volgknopje op YouTube. Duw op dat subscribe knoppie. Blijf op de hoogte van alles wat we doen. En geef ons feedback. Hebben jullie vragen? Hebben jullie onderwerpen waarvan jullie denken van praat daar maar eens over? Uh, of hebben wij gewoon. Ja, vat een bucht staan verkopen. En wil je ons corrigeren? Voilà. Als ja, iemand weet wat de gluten is, laat het ons weten. Ja, ja. dat doe ik. Alleen niet een uitleg, Alexander. Maar een deftige. Um, en breek ons maar af. Het maakt niet uit. We zijn hier om te leren. We zijn hier voor jullie. Uh, de show heet. Het mag gezegd, voilà, dus het mag het echt gezegd echt, Zeg de gedachte. We, we gaan er het beste van maken. Echt, we kunnen er alleen uit leren. Alsjeblieft. Dank u wel. Nee. Ja, dat is waar. Vergeet ja. geen like te droppen voor uh, Lil Homie met Asma. Ja. Hmm. Eén extra like voor Lil Homie is uh, een Jezus beetje minder astma. Een ja. beetje minder Asma. Jezus gaat zijn Asma weghalen. Door... Alleen maar als we aan 20 likes komen bij de volgende post. <laughs> Even me verteld. Wauw. Dat ja. is uh, net, zoals F Samson... <laughs> met die... net zoals Samson en Geert is zijn met hun bed komen liggen <laughs> om dat te influisteren. Okay. Dat is uh, prachtig. Okay. Yeah. succes met het niet roken. Ja, ga okay. ja. ook. We zullen jullie binnen twee weken uh, het verslag brengen. Ja, met alle voor- en nadelen. En uh, ja, zo neutrale opmerkingen ook wel. Waarschijnlijk, waarschijnlijk een st veel stomme opmerkingen die niet relevant zijn voor niks of niemand. Nee, inderdaad. Ja. Zeg, bye, ciao, kus. ciao, kus, bye, kus.